Waar is dat zwart? Die heb ik net gekocht bij de overkant. Ik vind hem zo rauwachtig. Ja. Net of hij doodgaat dan. Ja, maar dat is dan nog niet de bedoeling? Nee, nee, nee. Zeven bewoners van Rotterdam-Zuid. Zeven uiteenlopende verhalen. Een blik in het leven van alle dag. Rolf, de architect uit Utrecht, heeft 2 jaar geleden een kluspand gekocht op Zuid. De overgang naar Rotterdam valt samen met een verandering in zijn professionele carrière. Rolf richt zich namelijk tegenwoordig op het maken van meubels. Ik ben in principe architect. Ik heb 12 jaar een bureau gehad in Utrecht, samen met een compagnon. Ik vind het een heel leuk vak. En ik hou ook van architectuur. Alleen, ik liep op een gegeven moment tegen te veel randvoorwaarden op. Dus ja, eisen, budget, opdrachtgevers. Ik zocht meer vrijheid. Die denk ik te vinden in meubelontwerp. Ik heb wel het thema waar ik veel als architect mee bezig was. Dat verplaats ik nu eigenlijk naar de meubels. Dus ik ben met bestaande, oude, soms antieke kasten bezig om daar dan nieuwe dingen van te maken. Hoi. Hallo. Kan ik wat voor je doen? Ik wil wel eens een plant kopen. Nou, zomaar. Wil je je voorstellen? Ik ben Rolf. Ivo heb ik hier ontmoet. Die heeft een atelier Wandschappen genaamd. Ik heb hem eigenlijk toevallig ontmoet. Dat wil zeggen, hij heeft een atelier hier om de hoek en daar liep ik langs. En zodoende zag ik zijn werk. Ik heb hier nog wel eens wat dingen in de etalage gezien die van kunststof gemaakt waren. Glasfiberachtige dingen, ja, harsen. Ik zoek nog iets, een kunststof om met een kast te maken en niet door te zagen. Ik weet niet of we eventueel daar samen iets in zouden kunnen doen. Ik weet niet wat jullie daar verder in doen. Nou ja, we zitten zelf met die kunststof, daar maken we schilderijen van. Nou, ik was eigenlijk al vrij lang op zoek naar een vulmiddel wat zeg maar vloeibaar is. En ik kwam eigenlijk een beetje op het idee toen ik Ivo bezig zag met allerlei andere kunstharsproducten. En dit zou je makkelijk kunnen zagen. Ja, maar je kunt het waarschijnlijk niet gieten. Nee, je moet het erin stoppen. Ja. Dan moet je echt, wij hebben ook gewoon een handschoen aan, we kneden het en dan proppen we het zo in de holtes van de mal. En, dat vind ik... Maar dat zou, dat soort dingen kun je uitproberen. Maar dat kan ook met textiel of zo. Ja. Goeiedag, ik spreek met Bayram van Keukenexpress. Is Aziz daar aanwezig? Bayram, de keukenkoning van de Beijerlandselaan, groeide praktisch op aan deze ooit zo fameuze winkelstraat. Hij kent veel winkeliers daar. Sinds hij vorig jaar zelf zijn zaak heeft geopend, maakt Bayram zich druk over de huidige staat van de Beijerlandselaan. 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7. Dat is het. 7 winkels op. Van hoeveel meter? Nog geen 20 meter. Of zeg maar 50 meter. Van de 20 winkels zijn er 7 al leeg. De doelstelling is dat er hier een mix komt van winkels. En dat kan je alleen maar doen te kijken wie wil het hier vestigen en wat voor publiek loopt er rond. Maar we willen toch wel dat er een grotere formules terugkomt. Met een Hema, een Blokker, een Cenox die wil het vestigen. Concerts zijn toch de publiektrekkers. Hoe meer publiektrekkers je in de winkel hebt, in de winkelstraat hebt, hoe meer die kleine winkels ook de baat bij hebt. Goeiedag, buurman. Wanneer weet jij iets over die mediamarkt? Wanneer gaat het open gaan? Die gaat 3 maart officieel open. Dat is op een? Ik weet niet exact, maar het is 3 maart wat gepland staat. Waar jij nu in zit, heb ik in de loop der 26 jaar heb ik daar misschien 10 zaken in gezien. Allemaal niks. Ja? En nu is tenminste eigenlijk een beetje mooie pui erin. Een keukenzaak, nou, dat legt een beetje in het verlengde van ons. Ja? Kijk, net als dit is een kapsalon die pas gevestigd is. Terwijl daarnaast geen 2 stappen verderop een eentje zit. Die heel goed uitziet. Die een hele andere uiterlijk en is een lang bestaand winkel. Dan krijg je een keer zo'n winkel die erbij komt, weer een kapperszaak, zeg maar, die naast elkaar zitten. Dus, dat zie je veel in deze wijk. Ze komen niet met nieuwe concepten, nieuwe ideeën. En waardoor je ook, zeg maar, ook meer leegstand krijgt. Begin jaren 90 was dit een gewilde straat. Toen kwamen wij als jongeren altijd hier op het pleintje verzamelen en dan gingen we over de Beijerlandselaan lopen. Daar praat ik over toen ik 13 jaar was, 12 jaar was. Maar daarbuiten was er ook voorzieningen voor jongeren. Clubhuisjes, wat overheid... Jan en Teun, twee broers van 83 en 89 jaar oud, wonen twee straten verwijderd van hun geboortegrond, de Bloemfonteinstraat. Vandaag is er markt op het Afrikaanderplein. Tijd dus voor een lekker gebakken visje en wat herinneringen aan vroeger. Kijk, en hier woonden wij, hier op 30. Ja. En als wij dan hier uit het raam keken, kijk, het is ongeveer, ja. Nee, het is iets verplaatst. Wij zaten met z'n 6 en 7. Nou, vader en moeder. En we hadden nog een broer. Dus 3 broers en 2 zussen. En die hebben daar allemaal dus geslapen op zolder en in de voorkamer in de bedstee en in de woonkamer in de bedstee. Met mijn zus, met mijn oudste zus liep ik boven. En ik met mijn jongere zus in de voorkamer in de bedstee. Ja. Dat was gewoon in die tijd. Ik had een vriendje, Gerrit Zwiep, die woonde daar in de Christianenwetstraat. En dat was er eentje van 16 kinderen in een benedenhuisje. Nou ja, je weet hoe de benedenhuisjes waren. Dat was gewoon zo. Maar ja. En hier had je dan de katholieke kerk. Nou, dat was laat de kindertjes tot me komen en verhindert ze niet. En dat waren allemaal gezinnen van 10, 12, 13, 14 kinderen. Een paar van de pastoor erbij die op huisbezoek kwam. Maar ja, dat staat niet in de annalen beschreven. Maar daar beneden, daar woonde Arie Roos. En die zijn zus, die had toen ook van die kleine borstjes. En dan mochten we voor een knikker aan voelen. Leuk was dat, hè? Nou, kijk, wij hadden een stukje, dat was netjes. Alleen dat stukje naar de Boterstraat toe, dat was weer een beetje... Ja, daar woonden asociale mensen, ja, je kan het niet anders zeggen. Die deden de straatje niet, die klopten geen matjes en die hadden een stem van... Dan zei mijn moeder, dat zijn net viswijven. Weet je wat niet? En dat heb je in het oude noorden en dat vind je overal. 3 van 5,50. En 6. Maar wel lekker, hè? Zo warm, zo uit de bakkerij. Doet u de kruiden op, meneer? Ja, doet u de kruiden op? Ja, doet er maar een beetje kruiden op. Dat is wel lekker. Ja, wij zijn hier groot geworden. Ja, maar het is nu eigenlijk een beetje eenzijdig geworden. Hè? Ik woon hier 90 jaar. Hier. Ik woon nu zelf aan de Maashaven. Oké. Nou, hoe lang woont u hier? 90 jaar, ja. Net mei word ik 90. Dat meen je niet? Ik ben, ja. Ja, maar ik heb altijd goed geleefd, hè. Ik heb 41 jaar bij Heineken gewerkt en gerookt. Alleen moet ik volgende week aan mijn hart geholpen worden. Ondertussen is Bayram aangekomen bij een vergadering van de Winkeliersfederatie, die wekelijks bij elkaar komt om te praten over de toekomst van de Beijerlandselaan. Vandaag staat onder meer het parkeerbeleid op de agenda. Als ik het goed moet uitleggen, dan was het uurtarief was vorig jaar 1,35. Okay. Als je het om zou rekenen naar een uurtarief. En dat is nu 10 cent voor die 30 minuten. En dan vervolgens wordt het uurtarief 1,50. Dus het tarief, het reguliere tarief is wel omhoog. Dus toch. Ja, en ik had nog een vraag voor, is voor de winkeliers de mogelijkheid om zeg maar, een kaart te kopen voor de klanten? Dat kan. Gewoon echt gewoon een uur, 4 uur kaartjes, 3 uurtjes kaartjes, half dag. Ja. Voor de garage bedoel je? Ja, en voor de garage onder andere ook voor onszelf. Althans voor de klant die binnen de winkel komt. Ja, klant. Ja, ik heb een keukenzaak, bedoel, ik zit gemiddeld met een klant 5 uur. Ja. Kijk, het parkeerbeleid vroeger, waarom was Beijerlandselaan aantrekkelijk? Omdat het gratis parkeren was. Mensen konden hier zijn winkelauto neerzetten. Is het nu in één keer dat er veel auto's zijn? Kan toch niet? We praten over een wijk waarvan zeg maar 70% uit de uitkering komt. Die mensen hebben sowieso al geen auto. Dus, en als je nog een keer betaald parkeren doet, hebben alleen de mensen die hier komen om te winkelen, die worden de dupe ervan. Je kent niet een straat, een wijk waar zeg maar achterstand heel veel is en nog betaald parkeren doen. Dan komt er echt niemand meer. Dus juist om te reguleren. Je doet dat omdat die druk zo groot is. Je doet het niet om mensen te pesten, om een zootje te maken. Dat je doet omdat je geld wil hebben. Nee. Betaald parkeren. Nee, wacht even, dat is een misvatting. Betaald parkeren levert helemaal niks op. De gemeente is, dat moet je echt van me aannemen, de gemeente is net zoveel kwijt als dat het oplevert. 100%. Ik zal het voor je uitzoeken, ik zal het je bewijzen. Mijn ouders wonen hier zo. En wij zijn met 7. Dus als wij met 7 auto's aankomen rijden bij mijn ouders, dus er wordt 7 keer betalen. Ik weet zeker dat die palen in de fik gaan staan. Oh, nee, maar, nogmaals, ja, maar dat laten we hier niet te lang over doorgaan, dit is nog niet ingevoerd. Winkels die gaan hier om 11 uur open, om 10 uur en ze gaan om 4 uur dicht, om 3 uur zijn ze dicht. Vrijdagavond zie je om 8 uur is alles al hier dicht, half, terwijl ze tot 9 uur open moeten zijn. Waardoor zeg maar, dat toch een stukje meegeeft aan de verpaupering van de straat. Maar ik denk dat de gemeente eerder geld moet investeren om het beleid te veranderen. Gewoon strenge maatregelen. Gewoon simpel, 9 uur open, 6 uur dicht. Dat was vroeger ook. Dat was niet anders. Als je vroeger eerder dicht ging, kreeg je een prent. In plaats van dat ze auto's gaan prenten, kunnen ze die winkeliers gaan prenten daarvoor. Kijk hoe meer ze langer ze open blijven. Maar dat komt allemaal, daar zijn we druk mee bezig. Ondertussen heeft Rolf een afspraak gemaakt met Ivo. Samen gaan zij experimenteren met verschillende materialen voor Rolfs meubels. Rolf ontwerpt namelijk meubels door nieuwe elementen toe te voegen aan oude bestaande meubels. Maar het is alleen, wat is de vulling? Nou, ik zou op zich nog wel verder willen met die blokjes. Ik heb die trouwens geprefapt. Dit is dan de eerste kast die ik een paar dagen geleden gemaakt heb. Met dus gekozen voor de schuimrubberen blokjes. En die, nou, ik weet niet of dat te zien is, maar dit is de andere helft. En daar zit dus nog die bekisting in, waar dus die blokjes omheen hebben gezeten. En door hem dus door te zagen en vervolgens het kistje zeg maar, eruit te trekken, ontstaat dan deze nieuwe kast. Vorig jaar heb ik een aantal kasten gemaakt, wel met hetzelfde thema, maar niet met kunststoffen. Dus die zijn wel doorgezaagd, maar die zijn vervolgens met staal zeg maar, afgewerkt. En het idee is nu dat door het van tevoren zeg maar, op te vullen, dat het eigenlijk na het zagen ook direct klaar is. Dat je dan niet nog zeg maar, een staalplaat of een ding ervoor hoeft te zetten. Ik heb die binnen mijn tassenhandel gehaald. Bij de Plompenstraat? Ja. Geweldig. Ik heb nog een hele hoop staan ook nog. Maar... Of winkel. Kruis. Maar je bent behoorlijk bezig met dit schuim, of met schuim, zag ik. Heb je het gezien? Geweldig! Ja, wat blijkt, dat toch in Oud-Charlois veel kunstenaars, vormgevers wonen en werken. En daar kom ik eigenlijk pas sinds heel kort achter. En dat is wel heel leuk. Het is ook niet zomaar, het is 20 jaar geleden denk ik begonnen. Toen waren er een aantal duidelijke panden die omniet of gekraakt of zo. Dat is een beetje het begin geweest. De hoop is nu een beetje voor onszelf dat dat meer in het zicht komt. En dat we ook een plek worden waar mensen naartoe komen. Want het is nu nog gewoon een soort goed bewaard geheim van Charlois, of eigenlijk van Rotterdam. En dit is de dichtstbevolkte kunstenaarsgemeenschap van Nederland. Het is gewoon op 1 vierkante kilometer wonen en werken 250 kunstenaars. Nou, dat is dus geloof ik nergens. De energie die kunst in wijk inbrengt is vooral het allerbelangrijkste. Al kom ik nooit buiten. Het feit dat ik hier schilderijen maak, draagt iets bij aan een omgeving. Er komen andere mensen de wijk in die bij mij op bezoek komen, die gaan snacken op de hoek en die doen boodschappen. En nu zie je dat doordat die kunstenaars daarin terugkomen, ontstaat er weer een normaal verkeer in de straat. In New York is het gebeurd, in Londen, in Berlijn. Het idee dat wij als een soort voorhoede samen met homoseksuele wijken ontdekken en exploiteren. Dat is eigenlijk een beetje wat hier gebeurt. Nou, klaar. Eten is klaar. Zit ik even te denken, zal ik nog even mortadella gaan halen vooraf. Nee, joh, en Italiaanse kaas. Ja, meestal blijft de helft weer over, dus ik heb nog 3 dagen van het eten. Ja. dan Annemarie. Hallo. Dat is ook nooit uit moeten winden, hè, die dingen. Godzumijn.